De Eindhovenwinkel is verhuisd naar de etalage op de Mecklenburgstraat. De winkel zat eerst in de kelder van de Piazza. Maar na 4 inbraken wilde eigenaar Dorothy Folen verhuizen. Trudeau bood haar een nieuwe locatie aan. Kijk, die winkel bestaat nu ruim 2 jaar. En ik heb altijd in dat concept geloofd. En ik heb nu toch het idee dat ik daar de revenue van krijg. Wethouder Scheurs kwam de nieuwe Eindhovenwinkel openen. Oh, ze zitten erin. Oh. Ik dacht wat je ziet is dat Eindhoven een dorp is. En een dorp steunt mensen die het nodig hebben. En Dorothy had het eventjes nodig. En daardoor heb je deze fantastische winkel weer terug. Want we zijn met z'n allen natuurlijk wel heel erg blij met Eindhoven. De nieuwe locatie biedt niet de 100% garantie tegen inbraken waar Folen de afgelopen tijd mee geconfronteerd is. Maar ze heeft goede hoop dat het nu beter gaat. Ik voel me tenminste, ik slaap. Ik weet zeker dat ik iedere nacht rustig slaap als ik hier 's avonds de deur op slot doe. Eindhoven fans kunnen vanaf vandaag bij Folen terecht voor hun spulletjes in de etalage.